Ergens ben ik wel een beetje trots. Ik ben de hoofdpersoon in een verhaal. Daarvoor ben ik mijn schrijver dankbaar. Hij doet elke keer zijn best mij veel bijzonders te laten beleven. Alleen, ik vind het moeilijk om te zeggen, maar er is iets gebeurd. Ik heb iets gedaan, iets wat ik nog nooit gedaan heb in mijn leven als hoofdpersoon. Ik ben weggelopen. Dat laatste verhaal, ik kon er echt niet meer tegen. Het werd steeds erger. Toen was ik voor het eerst van mijn leven zonder verhaal. Het eerste wat ik voelde was bevrijding. Niet meer gevangen in een verhaal wat ik niet wilde. Maar na een tijdje besefte ik dat er ook niets meer gebeurde. Toen ben ik op zoek gegaan naar een ander verhaal. Ik ben heel veel mooie verhalen tegengekomen. Alleen, ze waren allemaal al bezet. Ze hadden allemaal al een hoofdpersoon. Stap voor stap begon er iets door te dringen. Ik heb het nog een tijdje proberen te ontkennen, maar uiteindelijk was er geen ontkomen meer aan. Er was geen ander verhaal voor mij. Toen ben ik teruggegaan naar mijn eigen verhaal. Dat was geen makkelijke stap. Ik schaamde mij voor mijn schrijver, was heel bang voor zijn reactie. Maar hij bleek mij beter te kennen dan wie dan ook. Toen ik bij hem kwam, was hij stil en in gedachten verzonken. Langzaam draaide hij zijn hoofd naar mij toe en keek mij indringend aan. Lieve hoofdpersoon, zei hij, schaam je niet. Je hebt mij geen pijn gedaan. Integendeel, je hebt me juist heel veel inspiratie gegeven. Ik keek hem niet begrijpend aan. Toen zei hij, wat er gebeurd is, is ook jouw verhaal. Thank you.
Vanzelfsprekend bij elkaar. We hebben heel veel met elkaar gedaan. Maar in de puberteit zijn we allemaal gegroeid. Zoveel intenser geworden. En daarna ging ieder zijn eigen weg. Zo gaat dat. Ik heb Vrolijk nog het meest gemist. We vormden zo'n goed koppel. De eerste die wegging was verliefd. Volgens mij was er een ander in het spel. En de laatste die wegging was angst. Hij zocht tot op het laatste contact met mij, maar op dat moment had ik genoeg aan mezelf. Ik ben bang dat ik angst teleurgesteld heb. En nu, hoewel eenzaam, ben ik niet alleen. Er is altijd wel iemand om mij in te nestelen. Spijt belde mij laatst voor de zoveelste keer. Hij is nog steeds van overtuigd dat hij een andere vader heeft. Oh, misschien heeft hij gelijk. Maar je moet toch verder. Ik heb al zo vaak gezegd, ga een keer met Vrolijk praten. Maar Spijt wil niet. Dat maakt mij nog verdrietiger dan ik al ben. Thank you.
Boom, 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 boom
Stay, if I had did not prove any new way.
Meestal leefde hij in de muziek, maar een enkele keer ook daarbuiten. Heel lang geleden, heel ver weg, is de mooie noot geboren. Net als alle andere noten is hij geboren uit stilte, zijn moeder. Het was een groot gezin van heel veel noten. Hij was eigenlijk niet meer gepland. Een nakomertje, een ongelukje. Vader en moeder vonden dat ze al genoeg noten hadden. Vader en moeder waren heel gelovig. Ze geloofden echt in de muziek. Zijn oudere broers en zussen mochten van jongs af aan al in heel veel muziek meedoen. De mooie noot ging toen hij nog niet mee mocht doen, heel vaak luisteren. Hij voelde zich thuis in de muziek, maar hij voelde zich ook anders dan de anderen. 'S Nachts droomde hij dat hij meedeed in een muziekstuk en helemaal tot ontplooiing kwam. Maar het echte begin was helaas heel anders. Toen hij voor het eerst meedeed in een muziekstuk, vond men hem helemaal niet passen. Zo is de mooie noot vanaf het begin heel onzeker geworden. Hij werd steeds zachter, tot uiteindelijk niemand hem meer horen kon. Niemand? Of was er toch iemand?
Daarom vind ik het best bijzonder wat hij laatst gedaan heeft. Weglopen. Een geniale actie. Al kwam ik toen wel even vast te zitten met mijn verhaal. Maar de hoofdpersoon heeft veel gedaantes. Dat heeft hij al gemerkt. Onverwachts kwam hij binnen. Mijn meest ongrijpbare vriend. Inspiratie. Maar dit keer begon ik te praten. Het was een van de weinige keren dat hij naar mij luisterde. Meestal ratelt hij tegen mij, maar als ik dan iets terug zeg, is hij opeens verdwenen. Het is een chaot. Soms word ik gek van hem als hij op de verkeerde momenten langskomt. En op andere momenten, als ik hem uitgenodigd heb, komt hij niet opdagen. Maar hij heeft een sterk zesde zintuig. Als ik de rust in mezelf heb en mezelf sterk op hem blijf concentreren, dan komt hij opdagen. Al laat hij mij soms lang wachten. Maar dit keer luisterde. Hij luisterde. Toen ik vertelde over de hoofdpersoon die was weggelopen, begonnen zijn ogen te schitteren. Ik wil hem ontmoeten, zei hij. Toen begon hij weer te ratelen. Aan één stuk door. Ik glimlachte. Hij is de enige in mijn leven bij wie ik dat verdragen kan.